Er is een nieuwe making-of van Dans Macabre en daar zien we weer heel veel toffe dingen in. Laten we hem eerst eens even helemaal gaan ontleden en laten we ook eens kijken naar of Otto nou doodgaat, ja of nee. En zit er misschien een hint in naar de openingsdatum van Dans Macabre? Het is nogal wat. Het begon allemaal met een trailer die op YouTube verscheen dat de making-of ging komen. Alleen hij was ingepland op de 13e en uiteindelijk kwam hij dus op de 12e, dus het was een dagje eerder. Gelukkig voor ons. En er is ook nog een short verschenen op Instagram waarbij we twee mannen over de bouwplaats zien lopen. Die beelden gaan we het later over hebben, want we beginnen dus eerst met de making-of zelf. Waar begint het nou uiteindelijk mee? Nou, we zien dus eerst een droneshot van Dans Macabre en die is vrij recent opgenomen, want we zien hier ook achter de schutting die al een deel afgewerkt is en we zien ook het gebouw zonder de stijgers, dus ja, dit is al recent opgenomen. Verder krijgen we ook nog beelden te zien van de begraafplaatsen van de kruidentuin. Daar komen we straks ook nog. Maar we zien ook iets nieuws wat ik nog niet eerder gezien had. En het was dus een soort van zitgelegenheid ter hoogte van waar vroeger Hollebolle Gijs zat. Vroeger zat hier matroos Gijs, daar komt een nieuwe Gijs voor. Ja, dat is niet officieel bevestigd, maar een tijdje geleden zagen we een aflevering van de Magische Klok. En hierin zagen we dus alle Hollebolle Gijzen op een tekening. En eentje, die zag er een beetje gek uit en die is er ook nog niet. Dus er gaat een nieuwe Gijs komen en de geruchten zijn een monnik Gijs, een broeder Gijs, iets in die trend. En laten we eerlijk zijn, dat past natuurlijk wel bij een abdij. Nou, we zien heel veel beelden van de begraafplaats en dat zagen we ook op Instagram. En zo zien we bijvoorbeeld een aantal grafstenen, waaronder van de violist. Die zagen we eerder ook al in de allereerste trailer. En zien we ook nog een andere grafsteen waar Rip op staat. En we zien hier ook het mausoleum, de plek waar Jozef Charlatan begraven ligt. En hier gaat heel veel mee gebeuren. Want aan de achterkant van dit mausoleum vinden we deuren. En in de allereerste trailer zagen we ook ditzelfde mausoleum waarbij de deuren klapperden. Dus dit is dus echt hoe dat het in de trailer is en dat is natuurlijk wel heel erg vet. Ook zien we hier een soort gedenkplaats zitten van Jozef Charlatan die op 13 oktober 1876 is overleden. En die datum is heel belangrijk, maar daar ga ik het straks nog meer over hebben. Want we hebben ook nog beelden gezien van de kruidentuin. En hier lopen we doorheen en dan zien we dus allemaal paaltjes in de grond zitten waar uiteindelijk de wachtrijpaaltjes in gaan komen. En zien we ook de nieuwe muren waar het nu uiteindelijk al de overkapping op gebouwd is. Maar we gaan uiteindelijk ook naar het Gildenhuis. En in het Gildenhuis wordt heel veel gedaan voor Dans Macabre. Mocht je nou niet weten wat het Gildenhuis is, het Gildenhuis dat is een decoratieve vormgevingsplek hier in de Efteling waar heel veel dingen gedaan worden. En hier wordt in eigen beheer heel veel gemaakt. En dat doen ze expres, want ze willen graag dat alles echt Eftelings uitstraalt. En wie kan dat beter dan de Efteling zelf? Heel veel dingen gebeuren hier met de hand, maar natuurlijk gebeuren ook dingen met 3D-printers en freesmachines. Maar goed, zoals ze aangeven in de making-of, doen ze heel veel zelf. En als we hier rondlopen, zien we ook al een aantal toffe dingen. Want zo zien we bijvoorbeeld ook al een mal van die platen die we boven de ramen zien. Verder zien we hier ook een hoop stenen randen die we in de ramen tegenkomen. En zien we hier ook zo'n oud vleermuisje met van die kandelaren in de hand. En deze komen dus uit het oude spookslot. En die vonden we dus terug in de ronde zaal waar het ook die vlederikken boven in het dak zaten. Die zijn een klein beetje opgeschoond, een beetje geverfd hier en daar. Maar verder komen ze één op één terug. En dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Verder krijgen we ook een aantal shots te zien van vleermuizen of vleermuishonden. Deze gaan waarschijnlijk terugkomen in Huiverwoud, want die zien we ook op de concept art. En zien we ook nog heel veel losse props staan. Zo zien we een aantal doodshoofden, zien we een arm uitsteken, zien we ook een paar enge koppen. En zien we ook een miniatuur van Jozef Charlatan, de dirigent. En die miniatuur die zijn ze hier in het groot aan het nabouwen, want ze zijn dus van klei een hele grote Jozef Charlatan aan het bouwen. En deze komt dus uiteindelijk bij het mausoleum te staan. Die wordt uiteindelijk van koper. Ja, die wordt niet echt van koper, maar het lijkt alsof die van koper wordt. Zodra de klei klaar is, wordt hij in een siliconen mal gedaan en wordt hij uiteindelijk van polyester gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk lekker onuitzienlijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Maar Jozef Charlatan ziet er al heel gaaf uit. Het is uiteindelijk ontworpen door Jeroen Verheij. En ik moet zeggen, hij lijkt er ook wel een klein beetje op. Maar in het echt is hij al een stuk verder. Want we zien ook al wat foto's waarbij de torso al helemaal klaar is. En hij wordt op dat moment op zijn benen neergezet. En we zien ook op die torso nog een amulet zitten op zijn nek. En dat is een doodshoofd. En dat doodshoofd zien we ook terug op meerdere dingen. Want zo zien we hem bijvoorbeeld ook op Esmeralda, het draaiorgel. Maar zien we hem ook op de kerkbanken binnenin Dans Macabre. Verder zijn ze ook flink aan de gang met de waterspuwers. Ook die komen uit het spookslot. Die zaten vroeger aan de muren met een klein beetje beweging. Nu worden ze een heel stuk groter, lijken ze niet te gaan bewegen. Maar zijn ze dus gemaakt om het plafond te dragen. En dat ziet er wel heel tof uit. Ik moet zeggen, ze zijn een klein beetje meer cartoonisch dan dat ik in eerste instantie gewend was. Maar het ziet er wel mooi uit. Ook zien we hier een van de eerste animatronics, want we zien hier dus het zwarte katje. In de concept art zien we een paal staan waar het zwarte katje op zit. En dit wordt dus van alle waarschijnlijkheid een animatronic, want het kopje lijkt te kunnen bewegen. En ook deze heeft natuurlijk weer twee kleuren ogen. Dat is heel erg tof. Helaas zien we niet nog meer vanuit het Gildenhuis, want eerder konden we natuurlijk al melden dat de drie rechters vanuit het spookslot ook gaan terugkomen. En natuurlijk gaat de dirigent zelf als animatronic terugkomen in Dans Macabre, maar helaas zien we hier niks van. We verlaten nu ook het Gildenhuis en we gaan weer terug naar de bouwplaats. En hier zien we dus dat het hoogste punt erop gehezen wordt. In de making-of gaat dat heel soepel. Ik kan je vertellen, dat ging in het echt niet zo heel soepel. Het heeft
echt wel een minuut, 5 tot 10 geduurd voordat hij erop stond. Maar goed, wil je daar nou alles over zien, want ik was daar ook gewoon bij, dan kan je de video hierboven vinden. En stiekem zit ik ook nog in de making-of. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En dan komen we dus helemaal aan het einde van de making-of. En dan zien we dus Otto zitten in de taverne Zwarte Kat. En hij heeft dus een aantal documenten gevonden en is hij aan het doornemen. En dan komt hij er dus achter dat Joseph Charlatan een muziekstuk moest spelen tijdens het muziekconcours van 1876. En dat was het Dans Macabre. En op het moment dat hij dat ontdekt, gaan de kaarsen uit en wordt hij aangevallen door het ondoenbare. En blijft hij levenloos op de grond liggen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met Otto? Komt hij nog terug of niet? Of is hij helaas overleden? Nou, Otto is niet overleden. Hij blijft gewoon nog in Dans Macabre. Maak je eigen geen zorgen. Hij heeft zelfs nog een show gespeeld hier. En de show is helaas nog niet aangepast. Maar dat gaat op een later moment nog wel komen. Maar het is maar een heel kort stukje geweest van de Charlatans. Virginie vindt uiteindelijk Otto en probeert hem weer wakker te maken. Dat lukt op het moment van opname niet. Maar uiteindelijk komt het echt wel goed en gaat Otto nog een plekje krijgen. Want Jeroen Verheij heeft ook gewoon aangegeven dat de Charlatans een plek krijgen in Dans Macabre. De Charlatans, niet Charlatan. Dus dat is ook weer een tip. Ook bij opening en na opening zijn de Charlatans hier zeer zeker aanwezig om het verhaal en de atmosfeer kracht bij te zetten. En mocht je nou eventjes niet helemaal op de hoogte zijn wat nou Dans Macabre van binnen inhoudt, nou, je krijgt zometeen een draaischijf midden in de abdij. En die draaischijf, daar zitten zometeen 6 kerkbanken op waar 18 personen per kerkbank in kunnen. Die draaischijf die kan in zijn geheel ronddraaien en alle kerkbanken kunnen ook weer individueel draaien. Een soort sirocco. Alleen gaat deze ook nog omhoog en naar beneden en kan ook heel de draaiplaat ook nog kantelen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Rondom ons heen zien we decor wat lijkt op het oude spookslot. En dat is afgewisseld met echt decor en schermen. En hoe dat allemaal eruit gaat zien, ja, dat is natuurlijk nog een beetje gissen. Nou, de charlatans zijn de rode draad in het hele verhaal rondom Dans Macabre. En er zijn een aantal data die elke keer weer terugkomen tijdens het verhaal van Dans Macabre. En die zijn heel erg belangrijk. En wat er wel het belangrijkste is, is de tweede vrijdag van oktober. Zo zien we bijvoorbeeld 9 oktober 1868, 11 oktober 1872, 9 oktober 1874 en 13 oktober 1876. Dit is uiteindelijk de sterfdag van Jozef, maar al die andere data zijn allemaal de muziekconcours. En laten we eerlijk zijn, het hele verhaal speelt zich af rondom dat muziekconcours. Dus het lijkt mij zeer aannemelijk dat Dans Macabre open zal gaan op de tweede vrijdag van oktober. Dit jaar is de tweede vrijdag van oktober op 11 oktober. Dus als het verhaal zou kloppen en als de Efteling zich houdt aan de storytelling, zal die dus openen op de tweede vrijdag van oktober, 11 oktober 2024. En tot zover alweer deze ontleding van de making-of. En wil je hier nou meer over weten, ga dan zeker even abonneren. Want aanstaande zondag kom ik met een video met nog 1 verborgen detail die ik hier nog niet benoemd heb. En die verandert alles aan het hele verhaal van Dans Macabre. Dus zorg dat je geabonneerd bent en zorg dat je die video niet mist, want dit wil je echt zien. Vond je dit nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en ik ben ook wel heel erg benieuwd. Wat denk jij van Dans Macabre? Wat denk jij van Otto? Leeft hij nog of is hij dood? En wat denk jij van de openingsdatum? Laat het even weten in de reacties. En wil je nou nog meer zien over Dans Macabre? Check dan even deze video's hierboven. En natuurlijk aanstaande zondag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.